Minister Stephen McAndrew ontving op 23 oktober 2024 Alfaro Bermejo van de International Planned Parenthood Federation, IPPF, om te praten over de hoge tienerzwangerschappen in Suriname. Jaarlijks vragen ongeveer 100 tienermoeders om hulp. De IPPF pleit voor betere toegang tot anticonceptie en seksuele voorlichting. Het ministerie richt zich op het empoweren van tienermoeders en heeft een werkgroep voor preventie opgericht. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken samen te werken aan vermindering van tienerzwangerschappen. Sinds 2012 registreert Suriname jaarlijks ongeveer 230 gevallen van leishmaniasis, een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een parasiet. Op 23 oktober 2024 overhandigde de PAHO-WHO een thermotherapy device, Thermomt, aan het ministerie van Volksgezondheid voor de behandeling van deze infectie. Gezondheidswerkers krijgen training in het gebruik van het apparaat. Dr. Jaflo Quattara van de PAHO-WHO benadrukt dat deze technologie lokale behandeling mogelijk maakt. Minister Amaramadine is tevreden met de schenking en ziet kansen voor verdere ondersteuning van de PAHO in de strijd tegen leishmaniasis. Het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren certificaten uitgereikt aan deelnemers van de workshop Monitoring, Evaluation and Learning van het Search Project. De training, bedoeld om de visie van het ministerie te koppelen aan de meetbare resultaten, wordt gezien als essentieel voor beleidscontinuïteit en capaciteitsversterking. De Plan Unit en KMO Unit zullen de monitoring en evaluatie van gefinancierde projecten na het Search Project verzorgen.